Bewustwording creëren over klimaatverandering onder alle lagen van de bevolking is belangrijk voor het vormen van een milieubewuste samenleving. Daarom heeft de Caribbean Natural Resources Institute Canary een 3-jarig klimaatsbewustwordingproject uitgevoerd als onderdeel van een regionaal project dat wordt uitgevoerd in 6 verschillende landen. Nationaal projectcoördinator Grace Del Prado zegt dat dit project is opgebouwd uit verschillende activiteiten, waaronder de vandaag gehouden expositie ter afsluiting van dit project. Het is belangrijk dat ze ervan bewust zijn wat de mogelijkheden zijn op het gebied van klimaatfinanciering. Maar dat ze dus ook nauwer betrokken worden bij de beleidsvorming op het gebied van klimaat. We hebben geprobeerd om de samenwerking tussen die organisaties en het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, welke het centraal orgaan is voor de Green Climate Fund, want dit project wordt door de Green Climate Fund gefinancierd. We hebben geprobeerd om die banden te versterken, dat is ons heel erg goed gelukt. Op dit moment is het ministerie al bezig met 4 van de organisaties die binnen dit project zijn begeleid om straks geaccrediteerd te worden. Om ook een entiteit te kunnen zijn om te kunnen helpen met klimaatfinanciering. Of dat de fondsen op een lokaal niveau verder kunnen worden gestopt in projecten. Verder hebben ze dus heel veel gewerkt ook aan die samenwerking tussen de organisaties zelf, want de organisaties doen een heleboel. Del Prado voegt eraan toe dat de betrokkenheid in en getoonde intentie vanuit de jongeren getuigt van de belangstelling voor klimaatverandering. De studenten gaven collectief aan dat de verkregen informatie zal bijdragen aan het beter omgaan met het milieu. Ons bos zijn de longen van de wereld, dus we hebben alles nodig om te kunnen overleven. Als je het niet schoonhoudt, het kan ziekte verwerken en waardoor je dood kan gaan van ziekte. Zo, we moeten het schoonhouden. De projectcoördinator gaf te kennen dat er verder gekeken zal worden naar mogelijke vervolgprojecten, ook op internationaal niveau. De resultaten die dit project hebben opgeleverd lenen zich voor verdere samenwerkingen met internationale organisaties.